Van acrobatiek tot trapeze, clowns en paardendressuur. In 35 jaar is er veel veranderd in de circusshows van der Meijden. Hij wilde meer dan alleen technisch vernuft. Ja, het is theatraler geworden. De prestaties blijven natuurlijk nummer 1, de wereldprestaties die we nu ook hebben. Maar de choreografie, de kostuums, de 28 danseressen, de belichting. Het is totaal theater geworden, het circus. Kijk naar die Chinese artiesten. We hebben hier het grootste hoedenjongleurnummer ter wereld. Met 24 acrobaten. Toen ik 35 jaar hier de eerste Chinezen bracht, waren ze in een soort turnpakjes. Ze toonden geen emoties. Bij staande ovatie stonden ze nog een beetje boos de zaal in te kijken. En nu hebben we een groot Chinees circus nummer met 24 acrobaten. Op de muziek van Michael Jackson. En het ziet er sexy uit, de meisjes ook. De leur Michael Ferrieri, die vorig jaar de bronzen clown in Monte Carlo won, weet ook techniek met show te combineren. Als enige van de wereld jongleert hij met 11 ballen en hij is dol op het Amsterdamse carré. People who come to see the show, they come to see it every year and they expect a lot of the show. So it's always a big pressure and the challenge to show the people that every year the show is getting better and better. So It's an honor to be part of such a show and presenting the juggling. Van der Meijden moest 4 jaar geleden wel een stapje terug doen qua show. Toen werden wilde dieren verboden in het circus. Vindt u het jammer dat het weg is? We hebben hier Martin Lacy gehad. Nou ja, hij is de beste dompteur ter wereld. Die gaat, de welpjes liggen bij hem in bed. Waar ik medelijden mee heb, dat zijn dierenartsen, maar ook met de leven in artis. Die liggen de hele dag in een betrekkelijk kleine ruimte met hun ogen dicht te slapen. Die krijgen geen prikkels, hè, die hebben geen afwisseling. Maar vindt u het jammer dat het uit het circus is gehaald? Ik vind het jammer, maar in een programma als dit zijn de grote circus, kent me gisteravond. Ik mis de roofdieren niet. En al zijn ze niet wild, er zijn nog steeds dieren te zien in de kerstshow. Het circus staat tot 5 januari in Carré.